Wat is dit dan? Dit is een eindbaas. Sowieso. Oké, we moeten deze papieren octo-kapitein moeten we slopen. What up YouTube, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag aflevering 3 van Yoshi's Crafted World. Laten we gewoon gaan spelen. We hadden in de vorige aflevering deze hele toffe outfit te pakken gekregen. Ik vind hem zo leuk. En de eerste 2 levels hebben we tot nu toe gewoon gecomplete 100%. Dus laten we dat ook proberen in deze 3e aflevering. En tegelijkertijd het 3e level, Vrijhaven van de Octo-kapitein. Ik ben benieuwd of het lukt. Met aan de outfit zal het in ieder geval niet liggen. Oh ja, ik noem mijn karakter Yoshi-Chu. Omdat het een gele is, een gele Yoshi. En ik vind dat wij altijd gele outfits moeten hebben. Want dat past bij mijn naam. Kijk ons bouncen, jongen. Eyo, we bouncen op de elastiek. Hoppa, let's go. Echt een supermooie outfit. Eet die shy guy op. Gooi jezelf. Gooi je eitjes daar tegenaan. En hoppa, lekker. Pak die muntjes, pak die shy guys, pak alles. Pak vooral die bloem, want die bloem is een van de collectibles die we zoeken. Hoppakee, bloemetje nummer 1 hebben we te pakken. We hebben ook onze eerste rode muntjes al te pakken. Dus we gaan weer lekker. Kablam! Deze blauwe muntjes moet je binnen de tijd zien te pakken. Dat gaat op zich wel lekker volgens mij. Ja hoor, en hoppa, bloem nummer 2 is ook alweer in de pocket jongens. We gaan hard. Moeten we trouwens ook even die beesten daar op de achtergrond gooien? Ja, daar krijg je wel muntjes voor, maar geen rode muntjes zo te zien. Dus ik kan dat op zich wel laten gaan. Maar deze muntjes moeten we wel pakken. En deze muntjes ook. Wat? Hebben we nu al 3 bloemen te pakken? Dit gaat super snel. Is dit weer een korter level of zo? Laten we dit even doen. Hoppa, nog meer rode muntjes. Ja, kijk eens. Super veel rode muntjes. Shy guys. En een cadeautje. Hoppa. Kijk eens, we hebben ook al 8 rode muntjes nu. En dus al 3 van die bloemen. Dus dat gaat hard. Gaat super hard. Boom, op je bakkes. Hier hebben we een checkpointje. Nice. Gaan we over deze, ja, waterradden. Ratten? Waterratten. Of waterradden. Wat is het meervoud van een waterrat? Waterradden. Ratten, dat zijn van die beesten. Ik denk waterradden. For real? Ja, dat moet haast wel. Oké, kijk die shy guy daar bouncen, jongen. Die shy guys zijn ook lekker aan het bouncen. Laat ik eventjes hier wat bovenop gooien. Want dan heb ik weer rode muntjes te pakken. Kan ik hierin? Kan ik dit gooien? Nee, ik kan dit niet gooien. Oké. Bounce. En bounce. En hoppa. En bounce. En nog meer bounce. Ik vind dat bouncen super leuk op die elastiek. Super cool. Oké. Bam. Ja, daar hebben we weer hartjes te pakken. Volgens mij hebben we ook alweer voldoende hartjes. Dus dat gaat ook super lekker. Nog meer rode muntjes. What up met deze shy guy. Die is daar gewoon lekker een beetje aan het chillen. Een beetje aan het vliegen. Eroverheen. Met zijn lelijke bakkes. Kan ik die slopen? Ja, die kan ik ook gewoon slopen. Hoppa. Dan hebben we daar geen last meer van. Van die lelijke paarse slijmbal. Oh. Oké, dit moeten we even snel doen. Heb ik voldoende... Ja, pak hem. Ja, bloem. Lekker. Hoeveelste bloem is dit? Oh, crap. We hebben dus een bloem gemist, jongens. Ik denk dat we zo even terug moeten. Laat ik nog een klein stukje verder gaan. Maar ik denk dat we terug moeten... Want we hebben dus gewoon even een bloem gemist. Ik ga gewoon nu alvast terug. Ik ga even kijken waar die bloem zit dan. Waar zou dat bloemetje kunnen zitten? Hé, waar heeft het te maken? Zit die in de achtergrond ergens? Waar zit die bloem? Moet ik hem slopen? Ja, ik denk dat hij hier zit. Ja hoor, dit moet wel. Ja, oké, we moesten inderdaad die gast, die paarse slijmbal moesten we even slopen. En dan hebben we die bloem te pakken. Hoppa, en hoppa. En dit is zo satisfying. Bounce op die bloemen. Let's go. Oh. Ja, sloop hem. Wegwezen. Blauwe, paarse modder, slijmbal. Hoe zitten we nu? We hebben nu 17 rode muntjes en we moeten nog 1 bloem. Dus ik denk dat we bij het einde van het level beginnen te komen, jongens. Oké, snel voordat die modder slijmbal weer terugkomt. Eet deze maar even op. Hier naar beneden. Kunnen we... Oh. Hoppa. Ja, dat werkt beter inderdaad. Ik denk dat we hier wel al die muntjes even moeten pakken. Want misschien zit er ergens wel een rood muntje in verstopt. Bounce. En pak ze. Yes. En... Oh, sloop deze. Ja, en bounce. En pak die muntjes. Nee, geen rode muntjes. Checkpoint, dat wel. Zitten hier rode muntjes? Nee, hier zitten nooit rode muntjes in. En sloop hem. Lekker. En eet hem. En sloop hem. Oh, wacht. Daar is een bloem.
Daar is een bloem. Gooi. Yes, oké. Okay. Oh, en gelijk de laatste rode muntjes. We hebben nu alle rode muntjes, alle bloemen. Oftewel, we hebben dit level weer 100% compleet als we deze uitspelen. Dus dat gaat helemaal toppie. Hier kunnen we staan, maar er zit voor de rest niks. En die kunnen we kapot gooien. Dan kunnen we hier ook staan. Er zit ook niks. Gaan we over de waterradden. Hoppa. We slopen alles. We pakken nog even deze mee. Daar zitten nog wat hartjes in. En dan denk ik dat we dit level hebben uitgespeeld. Toch, Yoshi? Of niet? Of niet? Waar gaan we naartoe? Dit is Donkey Kong-stijl, jongen. Kijk ons Donkey Kong-stijl afgevuurd worden dan. Hé, hey, daar hebben we onze grote vriend Kamek. En Bowser Jr. Waar gaat dat heen? Iemand is nodig toe aan een bad. Wat ga je doen, vriend? Hebben we een eindbaas hier? Ik denk het wel, hè? Met je PlayStation-wapen. Wat is dit dan? Dit is een eindbaas. Sowieso. Oké, okay, we moeten deze papieren octo-kapitein moeten we slopen. Maar dan hebben we wel even eerst inderdaad eitjes nodig. Dankjewel dat hier zo'n bloem staat. Anders hadden we dat nooit gered. Bam! Op je bakkes, vriend. Kunnen we gelijk nog één gooien? Ah, nee, dat lukt niet. Jammer. We waren te snel. Oké, okay, wacht. Waar komt hij? Hij komt hier. Nee, hij belazert ons. Waar komt hij? Waar komt hij? Hier. Bam! Lekker, Yoshichu. Yoshichu! Goed gedaan, jongen. Denk ik dat we nog één keer moeten raken. Want meestal is het zo dat je een enemy drie keer moet raken. In Mario / Yoshi / Nintendo games. Let's go. Pak hem! Ja! Ja! Wie is er nou toe aan een bad? Hè? Wie is er toe aan een bad? Niet ik, vriend. Ik fix dit gewoon met mijn Yoshichu. Hoppa! Lekker. Echt, deze outfit is ook echt baas, jongen. We hebben inderdaad weer alle bloemen. We hebben meer dan 100 muntjes. We hebben meer dan 20 hartjes. En we hebben ook 20 rode muntjes. Dus opnieuw, bam, 100%. We doen het. Lekker hoor. Alright, let's go. We hebben dit level ook weer gefixt. En nu? Nu kunnen we door naar het volgende level. Oh, maar hij wil ook nog even wat zeggen. Hij zegt, hey Yoshi. Yo, what up, man? Hoe vind je het hier in de vrije buitensbaai? Is er een boel te beleven? Er is hier een knutselwerkje dat ik wel zou willen hebben. Ik zoek het knutselwerk platvis. Het is een enorme vis die je in diepzee kunt vinden. Volgens mij heb ik die al gezien. Als je het knutselwerkje ziet, kun je er gewoon een ei naar gooien. Dat moeten we nu gaan zoeken voor hem. En dit is inderdaad die vrijbuitersbaai. Oké, cool. Let's go. Dus hij wil ook dat we allerlei objecten voor hem gaan zoeken. Oké. Puzzle game. Waar is die platvis, jongens? We zijn op zoek naar geen platvis. But where is the platvis? There are many fishes in the sea. But we are looking for a platvis. I believe it is here. Yes, it is here, man. It is here. Platvis. Hoppa. Knutselwerkje gevonden. Oh, we kunnen het level ook gelijk verlaten. Dat is wel nice. Dan hoeven we niet heel level opnieuw te spelen. Ik ben benieuwd hoe blij die is met zijn platvis. Ik heb je platvis gevonden, vriend. Het knutselwerkje platvis. Goed gevonden. Nou, dat verdient wel een beloning. Wat krijgen we dan? Ah, we krijgen een bloem. We krijgen onze blije bloem terug die we aan hem hebben gegeven. Blije bloemen maken iedereen gelukkig. Als iemand in zak en as zit, kun je die persoon vast opvrolijken met een paar blije bloemen. Nou, dat denk ik ook, vriend. Ik heb nog een zoekje, nog één. Knutselwerkje Flightless Goonie. En niet één, maar 6. Het is te veel in de haven. Oh, we moeten dus 6 van die vogeltjes gaan zoeken nu. Nou, top. Laten we dat ook maar even doen dan. Flightless Goonies worden ze genoemd. Dus dat zijn vogels die niet vliegen. Hoppakee. Is dat dan dit? Deze vliegt. Dus, nee. Nee, dat is hem dan ook niet. Waar zitten die Flyless Goonies dan? Oh, daar. Ik zie er één. Ik zie er één. Daarachter. Achter die, wat zijn dit? Melkcupjes of zo. Pak hem! Ja, dat is hem. Lekker. Dus we moeten er nu nog 5 zien te vinden. Ik ga niet alles pakken. Ik ga gewoon snel door het level rennen. Ik ga denk ik wel even dat cadeautje pakken. Want daar zitten best wel veel muntjes in. Dus die wil ik wel hebben. En, oh, hier. Ja, hier. Hier is er nog één. Hoppa, nummer 2. Waar zijn jullie niet vliegende vogels? Ja, daar is er weer één. Hierachter. Oh, dan moet ik alleen even zorgen dat ik er niet vanaf val. Kom op, Yoshi. Kom op. Pak hem. Ja, oké. Nummertje 3. We zijn op de helft. Nog 3 te gaan. Ik zie er daar ook 1. Ja, daar zie ik er 1. Op de achtergrond. Helemaal boven in beeld. Daar zo. Boom. Hoppakee. Nu hebben we er 4. Nog 2 te gaan. Deze Shy Guy heeft trouwens echt swag met zijn petje. Maar ja, ik eet je toch gewoon op. Sorry, man. Let's go. Ja, daarachter zie ik er weer één. Achter die rots. Ik denk dat ik eerst even deze moet gooien. Pak hem. Ik kan denk ik beter gewoon hierboven gaan staan. Dan sta ik wat rustiger. Kijk, hoppakee. Ja, oké. Nog 1. Ja, daar zit de laatste. Net voor het einde van het level. Kablam. 6 Flightless Goonies gevonden.
Hoppakee, level verlaten. Voor de rest heb ik nergens op gelet, dus dat vind ik helemaal prima. Ik ben alleen gewoon die vogels gaan zoeken. Woehoe, het knutselwerkje Flyless Goonie, goed gevonden. Nou, dat verdient wel een beloning. Krijgen we nou weer een bloem? Ja, nou, dankjewel voor die bloemen, maar wat moet ik er eigenlijk allemaal mee? Heb ik die straks later nodig voor die stenen? Je hebt nog een verzoekje. Krap, niet één, maar drie. In de diepzee. Nou, oké, die pakken we dan ook nog wel even mee. We moeten drie van die krabben gaan zoeken. Nou, ik denk niet dat die heel erg te missen zijn, toch? Ik bedoel, die krabben waren volgens mij best wel groot. Dus, let's go. Hier zit wel die platvis. Nee, hier zit geen krab. Krabby, waar ben je? Daar ben je. Hoppakee. Krab nummer 1. Ik denk dat we binnenkort weer een krab tegenkomen. Oh, nee, dit is geen krab. Dit is een octopus. Let's go hier naartoe. Ja, kijk, hier is krab nummer 2. Hoppa. En krab nummer 3 weet ik eigenlijk al. Wist je nog toen we al die palen de grond in moesten stampen? Die drie roze palen, dat op tijd moest. En dat we daar volgens mij een bloem voor kregen. Daar stond namelijk een krab naast. Ja, dat was hier. En niet hier, niet hier. Maar hier naast die deur. Ja, zie je? Hoppakee. Krab nummer 3. In de pocket. Kunnen we level weer verlaten? Krijgen we weer een bloemetje van die meneer? Van onze knutsor. Ik blijf het een rare naam vinden. Knutsor. Anyway, hij is blij met zijn knutselwerkje krap. Hij vindt dat we weer goed gevonden hebben. En inderdaad, weer een beloning. Nou, dankjewel, mijn heer. Dank u wel. Oh, en dan zijn we nu klaar hier zo. Dus we kunnen dan door naar het volgende gebied. Maar dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En drop ook even een follow op Instagram. Zou ik super tof vinden. Zie ik je daar. Of bij de volgende video. Mazzel!